Neemt u premier Rutte iets kwalijk? We zitten met z'n vieren aan tafel. We hebben met z'n vieren, vier partijen, dit besluit genomen. Ik denk wel dat er deze week onnodige spanning in het proces kwam. Maar we Wat zijn bedoelt u daarmee? Nou, onnodige spanning. Het is ook een week waar we toewerkten naar een afronding. En dat ook blijkt dat je uiteindelijk op hele gevoelige punten die door partijen, ook mijn partij, anders worden beleefd. Wat belangrijk is, hoe we dat hadden kunnen oplossen. Ik denk dat dat ontzettend spijtig is voor het land, maar daar zijn we met z'n allen, alle vier, bij. Was u er bijna eigenlijk? We zijn heel ver gekomen. Nou, hoe zonde is het dan en een gemiste kans dat het dan niet lukt, gezien alle problemen ook in het land? Ja, het is altijd heel spijtig, dat zei ik net al. Of het een gemiste kans is, ik denk dat je daar een beetje meer afstand voor moet hebben als je kijkt naar de breedte van de discussie. En ook alles wat ervoor lag. Uiteindelijk was het pakket niet af. Hè? Wij hebben over het hele spectrum van migratie, kennis, arbeidsmigranten, gezinshereniging, maar daar heb ik nu even over de liefde, en natuurlijk asiel, lagen er heel veel ideeën. Het pakket was gewoon nog niet af. Maar als je kijkt naar de samenstelling en wat er lag, dan is dat veel. Ja, voor de een niet te dragen en voor de ander te weinig. Is dat de samenvatting? Dat is denk ik te kort door de bocht. Het ligt veel meer nuance in. En ook als je kijkt naar alle punten en alles wat er nog voor lag, dan is dat te kort door de bocht.